zie je soms geen sterren eruit kutten. Hey, welkom bij Witte Vlog. Vandaag eerst nog een beetje over mijn vorige filmpje. Mijn vorige filmpje is massaal veel gedeeld en geliked geweest. Gasten, dat doet deugd, merci. Maar soms spijt ik dat mensen niet echt begrepen hebben over dat filmpje gehad. Het was ook weer heel duidelijk over dat filmpje ging. Het was godverdomme duidelijk! Ja, ik had echt duren dat er bepaalde mensen niet duren over dat ging. Het ging er eigenlijk over dat dat niet verstandig is om een heleboel zever en een heleboel bullshit quote te spreken over bepaalde mensen. En gelijk dat je zou zeggen, alle Hollanders zijn hier, net, en zo lijkt dat sommigen bezig zijn. Ik ga misschien een lichte quote zetten. Ik hoop dat mijn hond je een kloten afbidt en zij in de mond stikt. Sorry gasten, maar ik zal niet mee gediend met zo'n ding te lezen op mijn Facebookpagina. Ik hoop dat je dat verstaat. Nu, anyway, goed. Het was gisteren, het was een tof filmpje, ik heb heel veel positieve reacties gehad, waarvoor een grote merci aan al de mensen die het gedeeld hebben, en wel een dikke merci ook aan Hindre. Voor de mensen die het vorige filmpje gemist hebben, hier in dat kotje, klein en je komt erop uit en je ziet weer heel gans mee. Vlosje van vandaag ging eigenlijk gewoon over Helene de Brunne. Helene de Brunne is een schrifster, een meisje die in Roeselaar opgegroeid is, die in Roeselaar het college op school gegaan heeft. Roeselaar, yay! En zodoende naar Gent verrust is. Gent van alle plaatsen en Gent, waarom? Nu, dat doet er niet toe. De boek dat ze geschreven heeft, speelt hem af in Roeselare. Misschien in het schone of in het lelijk, dat ga ik aan jullie erover laten. Dus bij deze, we gaan kijken wat ze te zeggen heeft over Roeselare. Meesten, nef is meestal Helene de Brunne. Helene, die schreef boekjes. Klopt, eentje nog maar, hè? Eentje nog maar. Ja. Sorry, mijn West-Vlaams is dood. Maar hoze. Hij Roeselare beschreven als een provinciaal stadje met een overschot aan verkeersdrempels. Ja. Hoe lang is het geleden dat je nog in Roeselare geweest bent? Ik heb hier nog nooit met een auto gereden eigenlijk. Ja, maar ja, maar ik herinner mij uit mijn jeugd heel veel verkeersdrempels. Ja, oké. Okay. In die mate dat ik er altijd een beetje misselijk van werd als ik te lang door de straten had gereden met mijn vader of zo. Ja, nu woon je in Gent? Ja, ik woon in Gent. Ja. Wat mis je van Roeselare? De verkeersdrempels. Nee, het feit dat je overal zonder fiets naartoe kan. Ja. Ik heb zelf ook een jaar in Gent gewoond. Ja. En achter een jaar weer een keer naar Roeselare, ik heb me nog niet beklaard. Als je hier niet zou zeggen van kijk, pak het wat mee van Gent en plant het in Roeselare, wat zou dat dan zijn? De cafés en de vooruit natuurlijk. De vooruit is geweldig. Nogthans, en wat was eigenlijk dan je favoriete jeugdcafé? De George en het station. Oh, verdomme. Nicolas, als je het woord vindt? Veel goede dagen doorgebracht. Ja. Alleen nachten. En twee zijn, je boek gaat over? Planttrekkers die vrolijk aanmodderen. En Roeselare. Moest je interesse zijn in zo'n boek van Helene de Brunne, De Zonvloed en de Noordstraat, dan kun je ze zeker vinden. Dat was het voor vandaag. Vergeet je niet te abonneren en de complimenten.